Jeroen Pauw, bekend als talkshow-host en producent, heeft recentelijk openheid gegeven over zijn financiële status. Het merendeel van zijn vermogen heeft hij vergaard als producent, waarbij hij zijn TV-bedrijf TVBV succesvol verkocht aan mediagigant Endemol. Mol. Hoewel hij het exacte bedrag niet prijsgeeft, onthult hij dat hij gewoon iemand is die rijk is. Het gesprek onthult dat zijn netto-vermogen, inclusief onroerend goed, tussen de 4 en 5 miljoen ligt. In het interview met Mark Koster wordt Paul uitgedaagd om specifieker te zijn over zijn financiële succes. Mark suggereert bedragen zoals 5 of 10 miljoen, maar Jeroen blijft realistisch en geeft aan dat zijn rijkdom niet uitsluitend afkomstig is van het verkochte bedrijf. Hij legt uit dat investeringen in onroerend goed ook hebben bijgedragen aan zijn financiële status en dat hij in de loop der tijd naar schatting al een miljoen heeft verdiend aan vastgoedtransacties. Mark toont teleurstelling omdat Jeroen niet tot de topcategorie behoort van mediamensen met enorme fortuinen. Hij benadrukt dat hoewel Pauw in Nederland tot de rijkere behoort, zijn vermogen niet te vergelijken is met de vele miljoenen die sommige collega's hebben verdiend. Jeroen, een beetje verrast door de reactie, erkent uiteindelijk dat hij inderdaad niet superrijk is, maar vraagt of Mark had verwacht dat hij tot de topcategorie zou behoren. Mark bevestigt dit en merkt op dat hij Jeroen iets geraffineerder had ingeschat op basis van vermeende omroepdeals.